kan toch niet? Hoe kan je zo'n nummer maken, man? Ben je toch ziek? Ja. Oh, ik krijg me wel heel gek. Ik zie mijn pot. Yo. Is goed, vriend. Kom eraan. Andy. Hoe is het, man? Goed, man. Met jou, broeder? Rustig aan. Mooi, man. Mooi, man. Leuk, man. Godsamme. Gordeltje om. Gordeltje om? Ja. Ik weet niet hoe je rijdt. Nee, ik rijd rustig, man. Ja? Ik rijd altijd rustig. Oké, okay, mooi. Jij? Nee, ik ook, man. Ik ben nooit zo van het haast. Haast scheelt het altijd maar 10 minuten of zo. Moet ik hier snelweg op? Links? Als je de snelweg op wil, moet je rechtdoor. Oh ja, rechtdoor. Moet je rechtdoor in de dag. Vroeger was ik hier veel, man. Dat is Ajax buurtje toch? Ja. Ja, man. Nou, hier zat mijn bank ook, ABN AMRO. Ja. Is failliet gaan toen ik failliet ging. Je zat daar, ik zat op de hoek, zwierend. Je zit nou ook niet meer. Nee, is werk, zei ik toch. Ik kon door mij, ik ging bankroet, ging ook bankroet. Kut, joh, die van de wijde klootzak. ABN AMRO. Goh, ben je nee, druk, joh? Ben je druk? Ja, nee, ik heb nu wel een beetje een drukke periode achter de rug. Ik had net best wel veel voorbereidingen voor Paradiso, inderdaad. Ja, twee shows die best wel goed zijn gegaan. Lekker, man. En een EP'tje wat toevallig vandaag ja. uit is gekomen, man. Dus, ja, 29e. Ja, vanaf letterlijk gisternacht, man. Dus ja. Dat is even. Loopt die goed al? Ja, gaat goed, man. De reacties zijn goed uiteindelijk. Je kan het nooit zo snel zien na één dag, maar nee. Gewoon überhaupt de afgelopen tijd gaat het gewoon lekker, erg goed, man. Dus, Paradiso, was dat? Hoe was dat voor jou? Ja, uniek, man. Is, was met liveband ook voor de eerste keer. Dus nee. Dat zijn toch wel dingetjes die je niet alledaags doet. Weet nee. Je. En vooral als je het voor de eerste keer doet, dan is het ja, spannend. Heel uniek en spannend. Ja, man. Want het voelt eigenlijk misschien wel als een soort van belangrijke voetbalwedstrijd. Waar je gewoon echt je moet het laten hè? Zien, toch? Die moet je laten zien. Dat zijn de belangrijke momenten. Dan komen mensen ook terug. Precies. Dus nou, Maar ik heb eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, ik heb er €0 aan verdiend. Het was alleen maar investeren qua alles. Maar het is eigenlijk een soort van display, weet je, van wat kan je en voor een langere termijn doen. Voorbereiding, zeg maar. Gewoon kijken hoe je doet en zo en hoe mensen reageren. Zeker. Ja, maar dus je hebt gewoon geïnvesteerd. Dat is wel top, man. Ja, het was wat ik zeg, man. Het is niet, zeg maar, zo'n eerste show is nooit lucratief, omdat je je moet investeren in. Kijk, zo'n live band moet allemaal live versies maken van die nummers. Dus dat kost allemaal geld natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar uiteindelijk als je dan kijkt dat mensen daar toch naartoe komen en twee keer uitverkocht, dan laat toch wel zien dat mensen een bepaalde waardering hebben. Ja, man, dus, top, zeker. Nee, was mooi, man. Godsamme. Een gamer ben je, hè? Wat zeg je? Gamer, hè? Ja, van tijd tot tijd wel, ja. Af en toe wel even wat FIFA zet ik wel even aan de laatste tijd. Het heeft nu een andere naam gekregen. Hoor. Ja, ja. FC... Ik heb hem al. Ja, wat vind je ervan? Ja, ik speel niet goed, maar ik krijg... Nee, ik ben niet goed, maar ik krijg die codes altijd, weet je wel. Ja, precies. Ja, dat, nee, ik ben altijd ongeduldig, man. Want die codes komen altijd te laat, toch? Ja, dus dan koop ik hem al. En ik geef al die codes aan mijn vrienden. Oh, jij krijgt ze dus ook. Ik ook. Mijn neefje, mijn zwager. Iedereen heeft mijn zwager, joh, die blijft doorgaan. Heb je zo? Heb je die code al? Je wil als eerste zijn, toch? Helemaal broeia. Doe normaal, joh. Laat me met rust, joh. Gek. Ga kopen. Heb geld zat. Je hebt niet eens een PlayStation, man. Ja. Laat me met rust. Maar ik heb wel PlayStation, maar ik doe Formule 1, man. Ik heb zo'n seat. Met zo'n stuur ook? Ja, man. Ja, is wel lijp, hè? Oh, is echt dik. Net echt. Volg je dat ook een beetje? Nee. Maar ik vind het zelf leuk. Ik ga altijd Zandvoort, daar ga ik wel heen. Naar Max. En dan... Ik weet niet of ik wat raar zeg, maar het lijkt alsof het op laatste tijd echt een soort van heel populair is geworden ofzo. Voorheen, ik denk, ja althans, misschien ligt het ook aan de leeftijd, maar het leek niet echt alsof mensen het over Formule 1 hadden. Maar dat komt ook door Max natuurlijk. Max Verstappen. Ja, hij heeft het helemaal groot gemaakt in Nederland. Want eerder had hij zijn vader. Hij is goed bezig, hè? Ja, wereldkampioen weer. De hele tijd gewoon. Ja, man. Maar zijn vader heet ook, maar die lag alleen in de vangrail. Zweer het! Jos Verstappen, oh, die heeft zijn zoon wel goed geleerd. Ja, nee, dat blijkt maar weer. Weet je wat zijn zoon heeft geleerd? Kijk, dit verhaal is echt zo. Is echt zo. Hij, die rijders die gingen allemaal, als het ging regenen, gingen hun naar binnen. Zeiden ze, oh, ga niet rijden in de regen.
Daarom wint hij al die wedstrijden in de regen. Want hij moest oefenen van zijn vader. Oefenen, oefenen, oefenen. Ging hij alleen maar oefenen in de regen. Daarom is hij zo goed. Ja, ik kan me voorstellen. Maar die wielen zijn ook, er zit geen profiel in of zo. Nee. Dus het is gewoon heel lijp, man. Wat ik zeg, ik heb nooit echt... ik volg het helemaal niet eigenlijk. Maar het is toch wel grappig om te zien dat het nu... een soort van zo populair is geworden. Hey, je bent een Ajax-mannetje, toch? Uiteraard. Ajax Amsterdam, hoor. Uiteraard, man. Ja, maar het zijn barre tijden voor ons. Dan druk ik het nog zacht uit. Echt? Kevin, die vriend, is ook een vriend van mijn Slowflow. Hij is van Feyenoord. Maakt me helemaal ziek. Ja. Maar ja, nou ja, misschien vinden Ajax-fans het niet leuk dat ik het zeg, maar ze zijn wel echt goed. Feyenoord, dit. Ja, ja. 100%. Goed team, hoor. Goed trainer. Vooral dat. En het zijn niet eens dat ik zeg spelers die je allemaal kent of zo, maar het gewoon het team, weet je. Ja. Dat mist Ajax wel. Ja, 100%. Hey, maar als Kevin jou hebt, is hij dan ook slow? Ja, in ieder geval is het veel rommel wat hij allemaal zegt de laatste tijd met het Feyenoord geloof. We gaan hem zo even FaceTime. Ja, is goed. Kijken wat hij reageert. Ja. De FaceTime. Nee, maar weet je, het is, ik zeg ook tegen hem, kijk, het is niet erg als je 190 jaar niks te vieren hebt en dan een keertje. Ja, dan mag je wel. Ja, zeker. Maar het wordt ook eentonig, snap je? Nee, precies, man. Ja, hetzelfde feestje. Kijk of die reageert. Kijk wat hij zegt, man. Gek is het ook. Hey, Feyenoord! Je zit in de uitzending. Feyenoord, daar rond de top. Huspik. Je zit in de uitzending, man. Ja, je zit in de uitzending. Hey, niet, geen rare dingen zeggen, hè? Niet over dat wij van gisteren praten. Nee, niet over die vrouw, hè? Die, godverdomme. Hey, maar Kev, ben jij nog... Mooie wagen trouwens, man. Ja. Hey, luister eens, sta je al op de cold single? Ja, wel. Ja. Hij gaat nooit meer naar huis, hij gaat alleen een rondje op de cold single. Denk, ja, kampioen. Wat een gal, stay strong. Komt wel weer goed. Komt wel weer goed met ons, man. Dit slow flow met een kleine stekkie. Ik loop in mijn tekkie, maar stijl hem dood. Rustig aan, pik. Hey, ik bel je later. Mooi, hè. Ik ken het toch gewoon zo, jongen. Nee, hij was ook een keer hier in Duitsland. Ja, hij was twee keer geweest dan. Lachen, man. De laatste keer stonk hij, dus daar mag je niet meer. Mijn kauwgompje geven. Ja, kauwgompje. Ik zeg hier, vreet heel die bak op, gek. Oh, stik uit zijn bek, joh. Viezerik. Slow flow. Wat een stinkt de vis. Pak water. Ja, lekker, man. Probeer wat sterkers. Nee, ik ben goed. Ik was gisteren nog bezig, man. Ja? Ik ben juist even aan het bijkomen. Hey, je sport wel, hè? Laatste tijd wel, ja. Laatste tijd wel, man. Mm. En weet je wat het is? Artiesten of althans, weet je, optreden de hele tijd en zo. Het is vanzelfsprekend. Kijk, je krijgt eigenlijk elke week, elke show krijg je een paar flessen sterke drank, uiteraard. Weet je. Het is heel verleidelijk om dan te zeggen, hey, ik laat ze een keer liggen, weet je. Ja, dus dat probeer ik de laatste tijd wel. Het is moeilijk te weerstaan, hè? Het is moeilijk, vooral omdat je gewoon weet waar je bent met vrienden, gezelligheid. Maar uiteindelijk is het wel gewoon werken, weet je. Ja, het is gewoon optreden en dan gewoon lekker naar huis. Maar je kan ook niet elke keer zo doorgaan. Nee, je gaat kapot, man. Wat ik zeg, ik ben nu 27, ik word volgende maand, of althans in november word ik 28. Weet je, toen ik 21 was en toen je toen optredens doet, dan is het heel anders. Dan kijk je er gewoon naar van, joh. Is het ook allemaal nieuw doe en maar, zo? Lekker chillen, lachen, gieren, brullen. Dus dan was je gewoon erbij. 4 keer in de week? Ik zeg je eerlijk, dat was gewoon, dat was niet normaal, man. Maar dat, nogmaals, dan heb je de volgende dag ook geen last af, man. Je doet het en je staat gewoon de volgende dag op alsof er gisteren niks gebeurd is. Terwijl nu, als ik een drankje doe. Ik ben gewoon even 3 dagen zoet, man. Ja, eerste dag is hij fysiek, daarna wordt hij mentaal. Ja, precies dat. Dat is kut, hè. Oh, denk je. Niet leuk, man. God, kan niet meer. De dag daarna, dan denk je die volgende dag, shit. Nee, dat werkt niet, man. Dat werkt niet. Dus vanzelfsprekend, kijk, als je voetballer bijvoorbeeld bent, dan is het van nature dat je fysiek jezelf in goede gesteldheid brengt. Yeah. Maar als rapper is niemand tegen je die gaat zeggen van, hey, ga trainen of zo, weet je. En ook voor optreden is ook eigenlijk, dat is ook gewoon topsport. Dus het is belangrijk dat je wel in fysieke goede staat bent. Ja, want als je zeg maar lichamelijk goed bent, ben je hier ook goed, snap je? 100%. Dus dat vergeet heel veel. Kijk, ik sport ook, maar ik sport gewoon omdat ik dan mentaal sterker ben, weet je. Juist. Ik heb geen fysieke doel of zo. Nee, ik ook niet. Maar het is meer gewoon van, je voelt je lekker. Ja, dopamine. Ja, zeker, man.
dat heb je wel. Laat WIP heb je dat ook. Ja. WIP jij veel? WIP jij veel? Ja. Eén meisje of twee tegelijk? Nee, nu eventjes heb ik geen relatie. Maar... Oh, zou je veel neuken of niet? Godsamme, al die chicks bij die show. Kom maar backstage, wat? Grote lul erin. Hup, we gaan weer door, jongens. Ja, hè? Ja, hè? Hoe gaat dat? Nee, wat ik zeg, kijk, toen, als je jong bent, dan is dat ook allemaal nieuw, weet je. Ja. Dan is het gewoon, maar nu probeer je, wanneer je ouder wordt, dan... Het geeft je ook een heel leeg gevoel, hè, als je allemaal verschillende wijven hebt. Ja, het is leuk aan de ene kant, maar het lijkt leuker wanneer je het niet hebt. Wanneer je het echt hebt, dan is het uiteindelijk allemaal niet meer zo veel voor. Nee, het is echt zo. Kijk, als jij... Het is leuk als je een meisje hebt, eventjes dit, dat, gewoon neuken, dit, dat en dan klaar. Maar dan ga je naar huis, heb je niks. Ja, snap je? Je hebt altijd het gevoel van, ik heb maar niet gedaan. Ja. Weet je, en dat is heel confronterend. En jij bent half Nederlands ook, hè? Ja, mijn moeder is een Nederlandse vrouw en mijn vader was een Gambiaanse man. Ja. Afrika, ja man. Afrika, ja. Ja man, dus... En je oma, daar heb je een album over gemaakt, hè? Klopt, ja. Betty, dus de moeder, ja, Betty, dat was eigenlijk haar roepnaam. Elisabeth is haar, echte naam. En dat, maar wat ik zeg, dat de moeder van mijn moeder. Dus ik heb echt ook best wel van de Nederlandse cultuur heel veel meegekregen, weet je. En, ja. Bepaalde humor, vooral in Amsterdam, de dingen die ze zeggen. Zo, ja, dat krijg je automatisch. Tuurlijk, man. Maar het is mooi, man. Ik vind het mooi om een soort van... Zo, hoor. Je moet even dus... PK'tje, hè? Ja, man. 650. Mooie wagen, man. 650 PK. Ja, lekkere bak, man. Ja. Ik dacht eerst dat die elektrisch was, man. Een hybride. Ja, dit heb ik nu ook, trouwens. Kijk, ja. Maar jij rijdt nu Mercedes, hè? Mercedes, ja. Gaat nog niet zo goed, dus. Nee, moet nog even doen. Mooie bak, man. Mooie bak. Hey, kijk dat. Ik kwam van Dubai terug, s'nachts met mijn vrouw. Dan was ik op vakantie geweest, reed hier met de auto, reed 140. Ik reed door en ik zag die piek, de kut. Ik ben de lul, hè. Dus hup, en hij achter me aan. Kwam ik daar bij het tankstation. Zegt die vrouw tegen mij, wat reed jij? Ik zeg 140. Oh, je bent wel eerlijk. Ik zeg, ja, ik reed 140. Ja. Oh. Nou, omdat je zo eerlijk bent, mag je doorrijden. Gelukkig, joh. Ben je wel eens aangehouden? Word jij aangehouden omdat jij een kleurtje hebt, dat jij in de auto rijdt? Wat ik zeg, van tijd tot tijd wel, weet je. En het is een soort van heel stereotyperend beeld, omdat ze denken van... Hey, donkere jongen in een mooie auto, dat zou vast wel iets die niet goed zijn, weet je. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik aangehouden word, omdat die agent zegt... Hey, volgens mij ken ik ergens van. Ja, niet van crimesite of zo, weet je. Hij deed zo bij je ogen. Ja, ik weet wie je bent. We hebben hem. Oh, klootzakken. Oh, maar uiteindelijk, ik weet niet, man. Ik heb nooit vastgezeten, geen strafblad, niks. Dus voor mij is het gewoon, uiteindelijk is het een soort van... Dat was jouw Nederlandse kant. Precies, weet je, dan kan ik altijd meteen doorrijden. Dan ben je Nederlands. Dan ben je donker. Als je crimineel bent, ben je donker. Nee, kom op, zo denken wij in Nederland. Kom op, jongen. Maar ja, weet je, kijk, het ding is wel echt, zeg maar, van... Ik zeg dat ook vaak en ik ben niet heel erg van dat, weet je... racistische, nee, ik ben niet van dat ik daar heel erg een mening over heb, maar ik vind het wel storend als je weet van joh, ik betaal evenveel belasting als iedereen, weet je, dat is niet leuk om te doen, dus nee, dan is het wel vervelend als je soort van gestereotypeerd wordt als een als automatisch soort van uitschot, terwijl nogmaals, ik heb nog nooit vastgezeten in mijn leven, ik heb nog nooit... Heb je al eens vastgezeten in een poenie? Ja, dat wel, ja. Dat zie ik nog steeds. Hey, doe je ook baffen? Ja, van tijd tot tijd. Niet elke vrouw uiteraard. Maar als het je vrouw is, dan Krijg je een volledige pakketje. Godverdomme. Maar het is niet eens dat ik het voor haar doe, maar ik vind het zelf ook gewoon lekker. Ik ook, man. Als ik daarnaar kijk, denk ik, ja. Oh, lekker dikke ring. Lekker, man. Zo, die kletsen steeds. Ja, man. Ik vind dat ook top. Jezus, man. Ik van de week lag ik een half uur. Ik kreeg een stijve nek ervan. Ja, of hieronder. Ken je dat dingetje onder je tong, zeg maar, dat die pijn begint? Ja. Krijg een kramp. Ja. En mijn vrouw ligt gewoon op de telefoon. Ja. Gewoon... Hey, hoe kwamen ze daar bij jou terecht dan, dat jij die dingen mocht doen van Ajax, die van die spelers? Waren die boys, man, dus Ryan Gravenberg. Had hij jou, had die... Ja, dus eigenlijk het Ajax Media Team had toen aangegeven van hey, we willen muziek koppelen aan die documentaire. En die jongens zeiden van ja, we zijn gewoon heel erg fan van Italië en we willen dat hij het eigenlijk doet, weet je. Dus, had je veel betaald? Ja, nee, ik heb er wel een aardige boterham over gehad. Ja, heb je die gasten betaald? Oh nee, anders was het helemaal niet doorgegaan. Ik vind ze heel aardig, man. Ja, maar heb je ook contact met hem?
Nee, zeker. Ja, van tijd tot tijd wel, man. Toevallig laatst bij Ajax Feyenoord was ik ook uitgenodigd om daarheen te gaan. En ik heb nog even met Jury en Timber ook even gesproken. Ja, ja. En het is mooi om te zien toch, dat die jongens het zo goed doen. En vooral Timber en Ryan Gravenberg. Ja, die gaan het wel redden, denk ik hoor. Op lange termijn gaan het. Ryan doet goed nu in Liverpool, hè? Ja, man. Assistje gegeven op laatst, zag ik. Dus, ja, man. Bayern was niks ook voor hem, man. Dat was. Was een beetje, ja, je hebt Bayern heeft zo'n sterk middenveld, daar kom je niet zomaar tussen, nee, man. Het nee. Is, gaat ten koste van zijn talent. Ja. Hij is niet slecht, maar nee. Het is moeilijk om daartussen te komen. Tuurlijk, man. Dat staat als een huis daar. En dan moet je geluk hebben dat eentje geblesseerd raakt lang of zo. Of ja, anders gaat hij gewoon spelen. Wat ik zeg, Musiala, Joshua Kimmich, die gasten, dat zijn maestro's, man. Dat zijn jonge toppers, weet je. Heb jij gevoetbald ook? Vroeger wel. Ja. Heb je welke club? Buitenvelden, ken je dat? Ja, Buitenvelden. SC Buitenvelden. Best wel hoog ook altijd, man. 1D1, maar op een gegeven moment, wat ik zeg, waren we verhuisd vanuit Buitenvelden, of vanuit Amsterdam-Zuid naar Eiburg toe. Ja. Toen dacht ik van, ja, als je echt prof wil worden, dan moet die reis daar naartoe moet niet als een opgave worden. Nee, het moet gewoon voelen van, en ik had ook heel vaak dat ik ga niet trainen, dit en dat. Ik was uiteindelijk, wat ik zeg, maar je wordt ouder, dan komen de meisjes op je pad en dan wordt het een heel ander leven. En hoe dat laat werk je dan? Zeg maar, als jij s'avonds ga je de studio in, want je maakt eigen muziek ook, beats en dit en dat. Juist. Dan slaap je dan kort of is het dan standaard dat je wakker wordt? Ik heb dat wel, ik word standaard wakker, 6:30, 7:00 uur. Ja, dat heb ik ook, man. Hoe laat ik ook ga slapen, al ga ik, wat ik zeg, al ga ik 5:00 in de ochtend naar mijn bed toe, ben ik toch voor 11:00 uur altijd gewoon soort van wakker. Maar wat ik zeg, met muziek maken is heel erg. Je kan er niet echt een pijl op trekken. Soms dan werk je door tot 5:00 in de ochtend. En soms dan werk ik letterlijk 10 minuten en heb ik geen zin meer. Je kan het niet forceren. Weet je? Nee. Het is niet als voetbal dat je weet, ik moet een uur trainen en dan moet het eruit komen. Het is gewoon wanneer die inspiratie je leidt om wat te maken, dan doe je dat. Weet je? Maar, welke was dat nou? Die laatste gisteren als ik jouw album aan het luisteren, was het leek een beetje op Drake. Die piept. Prachtig. Ja, hè? Welke? Ja, ik heb sowieso, er zijn een paar mensen waar ik echt heel erg geïnspireerd op ben. Dat is voor mij Kanye West, dat is Drake, dat zijn wel echte mensen waar ik, wat ik gewoon heel goed vind, weet je. Deze was dat. En het plassen, wat is dat voor een grap? Mijn naam helemaal slap. Als ik je kut. Drake! Welke zegt hij? Ik was erg geïnspireerd toen ik dit Als ik je kut leek, ruik ik je kont. Kan toch niet? Hoe kan je zo'n nummer maken, man? Ben je toch ziek? Oh, ik krijg me heel gek. Ik zie mijn kont hier. Heb je die echo aan, hè? God, zo. Kon je dat nummer af? Als ik je kut lik, ruik ik je kont. Die zet ik nog even aan van de hoofd. Ik had ook naar mijn vrouw. Als ik visite heb, hè, zet ik dat nummer op die speakers dan. Dan zitten die mensen zo lekker bij je. Als ik je kut lik, ruik ik je kont. What the fuck is dit dan weer? En die begon toen aan. Dat is geïnspireerd op jou, Melissa, met je dikke ring. Kan er niet. Zo, mooi. Waar zijn we gebleven? Ja. Nee, man. Ik zit nog te luisteren van. Ja. Dit nummer komt er al en ik denk, wat bedoelt die man? Als ik je kut lik, ruik ik je kont. Die is niet goed, jongen. Ja, deze EP is vandaag uitgekomen. Moet je even checken, man. Was vandaag, ja? Ja, vannacht altijd op vrijdag tot 12 uur. Al die nummers. Ik had hem net geluisterd. Hoe je doet, wat dat zie. Ik had vanochtend geluisterd. Covid die was al eerder uit, hè? Covid en Cardio, dat waren twee singles. Meestal heb je een soort van trajectje, toch dat je twee liedjes al eerder uitbrengt en daarna komt het hele project. En Amazing was de best gestreamde voor jou, hè?
Van vorig jaar zeker, ja, man. Ja. Zeker, ja, die heb het goed gedaan, man. En hoog lagen was wel top, want New Wave, met New Wave was het. Lachen, man, was lachen met al die gasten. Het schrijverskamp, hè? Ja, dus wat ik zei, dat was echt New Wave, weet je. Dat was ook in het moment dat eigenlijk allemaal, we hadden allemaal geen euro, man. We waren allemaal skeer, we hadden allemaal 0 euro. En niemand had verwacht dat het zo zou uitpakken, man. Maar dat was wel echt een startschot van een soort van een hele mooie periode van hoe het nu is gelopen, weet je. Vroeger was het soort van. Of je wordt profvoetballer of je doet misschien wat anders doms, maar er waren niet heel veel uitwegen. Maar nu kan je tegen je moeder zeggen, ik wil rapper worden en ze heeft een soort van geloof in. Dus, zeker, dus het is een soort van, jullie hebben dit voor anderen mogelijk gemaakt, zeg maar. Ja, nou ja, ik denk het wel. En de generatie daarvoor heeft het weer voor ons mogelijk gemaakt. Dus het is gewoon een soort van estafet. Ja, het gewoon over. En wie heeft jullie dan bij elkaar gebracht? Want al die rappers die... Ja, uiteindelijk Topnotch heeft dat, Topnotch heeft dat geïnitieerd. Dat is slim gedaan van hun, hè? Zeker, man. Ja, Kees de Koning, man. Dat is toch wel een muziekmagnaat, als je zo mag zeggen. Ja, zeker. En ook gewoon heel scherp, weet je, dat je ziet van wij allemaal dat het idee niet zelf opgaat, weet je. En ik weet nog dat die naam ook werd bedacht van New Wave. Dacht ik, New Wave, wat is dat, man? Wat is dat voor rare naam, man? Yeah. Maar uiteindelijk, achteraf gezien, heeft het toch wel heel veel opgeleverd voor ons allemaal, man. Hoog, laag. Hoog, laag, no-go, zo. Ja, yeah, no-go, zo. Nog heel veel andere nummers, man. Ja. Dat was een mooie tijd. Ik vond die andere wel mooi, die van... Want Atje, daar ging jij altijd op... Eigenlijk is hoe het Atje is... en Itje, hè? Ja, man. Atje en Itje. Atje, dus Itje, Idali is natuurlijk mijn naam, maar Itje is die soort van afkorting. Itje en Atje. Ja, Atje, wat ik zeg, ik ben ooit in een buurthuis begonnen met rappen door middel van een workshop van Atje. En die straat, ik woonde toen op Eibach bij mijn moeder nog, weet je. En toen zei hij ooit vanuit die workshop, zei hij van joh, ik woon ook hier op Eibach, kom een keertje langs. En Rief is ook echt een goede producer van Gers, ik neem je mee, Party Squad-achtige dingen. Toen zag ik dat en toen dacht ik van joh, dit wil ik ook doen, man. Ja. Eigenlijk, ik was één keer uitgenodigd en ik kwam dan gewoon elke dag aanbellen weer van... Niet eens op een manier van, hey, ik wil ook wat rappen, maar gewoon observeren, kijken hoe gebeurt het hier, weet je. Je moet het voorstellen alsof je, zeg maar, misschien in de Ajax jeugd speelt en opeens mee mag kijken met Iniesta, Xavi en de top van de top, weet je. Dan kan je gewoon helemaal kijken en genieten. Dat is toch geweldig. Meenemen naar je eigen werk, man. Ik zal je straks even dat nummer door... Ik ga een stuk van als ik je kut link. Hey. Die moet je een keer opzetten als je met gasten bent of vrienden van je zegt, hey, ik heb een nieuw pop opgenomen, luister. ze gaat stuk. Je moet eigenlijk een rapnummer daarvan maken. Ja. Ik zweer het, mensen gaan allemaal draaien, echt. Ik vind het geweldig. Gewoon een rapnummer van als ik je kutlik ruik een strom. Melissa, je maakt het nu echt te goed. Je moet je beter wassen na het poepen en het plassen. Wat zijn je volgende plannen? Sowieso meer qua het live gedeelte wil ik nu gaan doen. Er komt volgend jaar, dus nu was Paradiso, waren die twee shows. Er komt volgend jaar een hele mooie andere show aan. Iets grotere plekken. Maar dat nog niet zo aankondigen. Maar er gaat wel meer gebeuren. Qua mooi, dat, man. En, mooi vooruitzichten. Zeker, man. En gewoon meer muziek maken. En, weet je, dat is gewoon uiteindelijk net als voetballen. Gewoon altijd wedstrijden blijven spelen. Altijd trainen. Gewoon aan de top blijven. Veel, man. Je bent nu op een bepaald punt. Maar om er te blijven moet je ook keihard blijven werken. En dat is gewoon dat is wat moeilijkste. Ik van plan ben om te doen. Daar blijven is het moeilijkste. Ja, dan moeilijker nog dan... Om daar te komen, ja, maar zeker. Maar wat ik zeg, juist omdat ik die lange route heb afgelegd om er te komen, weet ik ook echt de waarde van werken, man. Ja. Ik weet gewoon hoe het is om alles te geven om op een bepaald punt te komen. Maar wat je zegt, daar blijven is minstens zo belangrijk. Ja, dus, 100%. Gewoon knallen, man. Moet ik zeggen, eigenlijk goed zo? Ja, je kan hier eraf, man. Hey, welke porno-site kijk jij? Pornhub? Baddyhub. Baddyhub moet je kijken, die ga je top vinden. Echt? Ja, dat is een lekker site, joh. Hoe heet die? Baddy. B-A-D-D-I-E en dan hup. Topsite, man. Oh ja? Dan moet je even bezoeken, man. Gratis? Gratis en voor niks. Baddy. Maar wat ik wel laatst heb, ik probeer minder porno te kijken, man. Want het is ook een beetje. Het werkt niet goed voor je mind, man. Het is een soort van heel erg. Je bent heel snel verzadigd, toch? Dus ik probeer soms liever even een week lang echt geld te zijn en dan even seks te hebben. Elke dag mag gaan rukken, dat is ook niet goed. Hier naar links, toch? Ik heb iets gelezen daarover. Het is niet goed, man. Het doet wat met je mind en je bent moe en je hebt geen puff omdat je dan al klaar bent gekomen. Wat jij zegt, verzaagd. En...
Ja, je bent snel verzadigd, man. Terwijl, het is gek toch, je kan het lekkerste wijf wat je wil opzoeken. Ja. En je ziet alles, je ziet de naak, je ziet grote reet, grote titel. En terwijl normaal moest je je afvragen van, hey, hoe zou dat eruit zien, weet je. Ja. Dat heb je nu niet, man. Nee, je kan gewoon, fantasie. Je kan alles opzoeken wat je wil. Ja, fantasie is dus, een beetje weg. Ja, man. Dus ja. Daarom, ik probeer daar wel een beetje voorzichtiger mee te zijn dan voorheen. Voorheen was het gewoon van, ja, ik typ gewoon lekker Big Booty Ebony in. Fijn, man. Fijn. Oh, zo'n dikke reet. Godzo. Ja, is lekker. Maar het is nog lekkerder als je ervoor moet werken. Als je een beetje moeite moet doen en als je een beetje... Weet je charmes in de strijd moet gooien, dan dat je het gewoon maar zo op je bord geschoteld krijgt, weet je. Ja, maar is wel gevaarlijk de laatste tijd. Vooral als je, weet toch, in een positie waarin je zit, moet je altijd een beetje twee keer nadenken, weet je. Van het kan zomaar de andere kant opvallen. Daarom ga ik altijd naar Duitsland. Ja, Duisburg. Dat kennen ze me niet. Wist je boemsen, mijn boemsen, ja. Ja. Oh, mooi, man. Nee, is gek, man. Maar wat ik zeg, ja, gewoon lekker genieten van het leven, man. Tuurlijk. Dat is waar het om draait, toch? En vooral als je jong bent, dan... ja, ik wil niet straks, wat ik zeg, met vrouwen en kinderen zitten en denken... Moet ik hier naar links, man. Oh. We gaan nog steeds stuk om dat nummer van net, man. Ja, hè? Kut, die ga ik strop. Oh, die ga ik vanavond weer opzetten bij mijn vrouw. Kijk, moet je doen. Ja, nee, ik ga straks filmen en dan ga ik dat nummer opzetten en dan ga ik haar filmen. Kijk wat ze reageert. Reactie, hè? Ja. Ja, lachen, man. Is het maar gewoon? Gek, joh. Het is wel zo. Ja, je wil niet altijd zeggen, man. Hey, man. Dikke lulband, zo heet dat. Dikke lulband. Ik ga checken, ja, man. Ja, ja. Gekke gasten. Die gasten zijn gek, joh. Dikke lulband. Doe maar. Waar moet ik heen? Nee, hier is goed, man. Ik sta daarop. Top. En dan kan ik er zo weer uit? Ja, 100% man. Dat was hier, gezellig. Dan links. Nee, was lachen, man. Dankjewel, broer. Leuk je te leren kennen, man. Eens gelijk. Ja, 100 man. En we houden even contact. Gaan we doen. Ik moet eigenlijk jouw nummer even... Ja, is goed, man. Anders kom een keer langs naar een feestje of zo, dan doen we drankje. Wacht, dan doe ik deze even uit. Want anders horen ze jouw nummer.